Maar wat maakt nou een mobiele app goed? We hebben de criteria, de jurycriteria al gehoord. Maar net zo als Sander ben ik ook thuis gaan zitten met mijn mobieltje en gaan kijken van ja, wat maakt het nou goed? En eigenlijk zijn er een aantal dingen die elke keer terugkwamen bij mobiele apps. Dan gaat het om instant access. Iets wat je bij impuls en met heel veel gemak kan opzoeken. Beschikbaarheid van artikelen kan controleren, nakijken van informatie. En het gaat om het snel opzoeken van nieuws. Dat is één. Het gaat twee om het connecten en het registreren van mensen onderling. En dan zit je natuurlijk tegen social media aan. Maar mensen met locaties en mensen met artikelen en goederen. En drie, het gaat om zoeken in het algemeen. En dan heb ik het over navigeren. En dat kan natuurlijk op de weg, in het openbaar vervoer. Maar ook in winkels en in gebouwen. Ik zal jullie niet heel veel langer in spanning houden. Dus ik wil graag over naar de genomineerden. De genomineerden in de categorie Beste Mobiele Telefoonapplicatie zijn Albert Heijn, Hives, Kieskeurig, Nike, Spotify, en de winnaar is... Alle vijf fantastische apps, maar er kan uiteraard maar één de winnaar zijn. De winnaar is... Ik zal de envelop even openmaken. Het zegel verbreken. De winnaar is... Albert Heijn! Tjoh!